Hoi allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Het is een tijdje geleden dat ik een Harry Potter gerelateerde video heb gemaakt. Nou komt het ook, Harry Potter replica's zijn nou eenmaal niet heel goedkoop. Dus ja, het is ook vaak een beetje dat ik eerst spaar en dan een item koop. Nou heb ik een item gevonden die ik al best, of nou ja, ik heb hem via een vriend van mij gekregen eigenlijk. Die heeft hem, ik heb hem op mijn wishlist gezet. Die kan je gewoon vinden via Instagram, via mijn links en zo. Daar had ik hem opgezet en toen had hij mij een bericht gestuurd van hey, er komt een pakketje jouw kant op. Dit en dit is het, dus hou daar rekening mee. Die kan je eventueel van je verlanglijstje afhalen. Maar dit is een relatief wat goedkopere replica. Maar dit is echt zo'n replica van Harry Potter. Je moet de tweede film gezien hebben daarvoor. Dus het is echt zo'n item die als je de films niet hebt gezien, ga je niet kennen. Maar ik dacht, ik had een poll gemaakt sowieso op Instagram. En heel veel wilden er een unboxing van zien. Dus hier ben ik met de unboxing. Maar zoals ik al zei, dat ik niet heel veel, op het moment de laatste tijd natuurlijk niet heel veel Harry Potter gerelateerd. Ik denk dat die laatste misschien zelfs al wel weer een jaar geleden is. Ik had hem trouwens al wel open om even te checken of het erin zat en of het goed was gegaan en dat soort dingen. Dus nou ja, er zit altijd gelukkig, ik heb deze, komt via filmspullen, heb ik hem gevonden. Nou, haal ik eerst wat even. Filmspullen.nl is een Nederlandse webshop die replica's verkoopt. Onder andere dus ook de Noble Collection replica's. En ook waar ik een aantal van mijn Funko Pops heb gevonden. Maar ook bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie nog kunnen herinneren, dat kop en schoteltje met de Grim. Zeg maar, die heb ik ook via filmspullen.nl. En dit is zeg maar hoe ze heten. Die hebben onder andere dus echt een groot assortiment Harry Potter spullen. Maar hun hebben ook wel Disney, Marvel-achtige producten. Dus je kan ook zeker, als je van Disney houdt en Marvel, kan je er ook zeker op kijken. En nou krijg je ook altijd een heel lief kaartje. Hoi Cynthia, veel plezier met de Skeleton Grove replica. En graag tot ziens. En met je groeten van Isabella van team Filmspullen.nl. En ook voor jullie nog, want er staat voor de rest niet zo heel veel boeiend op. Hier kan je ze eventueel via Facebook en Instagram ook nog terugvinden. En zoals het er eigenlijk al op stond, en ik ga hem hier nu ook verder pakken, is het de Skeleton Trow die ik besteld heb. Die stond al best wel lang op mijn verlanglijstje dat ik deze wilde hebben. Dit is wel zo'n item die je uit de films die je alleen maar kent als je de tweede film hebt gezien. En vooral het stukje naar Quidditch, dat hij zeg maar op de zieke boeg ligt, zeg maar. En dat hij zijn botten in zijn armen en zo kwijt is. Daarmee op een gegeven moment is deze replica een beetje van. Daar is deze replica, zeg maar, van. Ik ga hem zo ook even uit de... Ik ga hem ook uit de doos, uit de verpakking halen zo. Maar daar is deze replica dus zeg maar van. En nou weet je, dat vind ik aan de ene kant vind ik juist ook heel tof. Dat ze ook met replica's wel komen. Met deze soort replica items, zeg maar. Die... Kan je deze? Oké, is misschien, hij is wel wat goedkoper, want deze is volgens mij rond de 28, 29 euro. Hij is daarin dus wel gewoon van simpel plastic. Maar ik moet zeggen, ik vind hem er verder wel super mooi uitzien. En een super mooie replica is het wel. Dus op zich, weet je, zeker als ik hem straks in mijn collectie zet, ga je er echt niet aan afzien dat het een plastic is. Maar
Het is verder dus wel plastic, dus hou daar rekening mee. Het is niet qua materiaal, zelfde materiaal als een vernietigend dagboek of zo van ruim 89, 90 euro. Maar dit is hem dus. Ik hou hem een beetje zo zie je hem helemaal volledig. Maar dit is hem dus. En je ziet dus echt het skelet op het volledige lichaam. Zeg maar. En natuurlijk het doodshoofdje hierboven. Is ook super gaaf. En ja, dit is dus zeg maar dat drankje wat Harry zeg maar in de ziekenboeg zeg maar moet drinken nadat Lockhart de betovering heeft gedaan en waardoor hij al zijn bot ineens kwijt is. Dit is zeg maar dat drankje zeg maar wat hij dus moet drinken in principe om zeg maar zijn botten weer te laten teruggroeien. Dus het is wel, niet iedereen zou het gelijk herkennen, want je moet echt de films voor hebben gezien. En je ziet hier ook de detail en je ziet ook een beetje rondom de detail dat hij wel gewoon een beetje viezer is, gebruikt is zeg maar. Weet je wel, dus ik vind het echt, ondanks dat hij maar wel van plastic is, ik vind het een prachtige, mooie replica voor. Ja, en misschien, een normaal iemand zal hem misschien ook niet gebruiken om als replica item neer te zetten. Ik denk dat je hem volgens mij ook als normale fles gewoon kan gebruiken. Maar ja, voor mij is dit echt een prachtig, echt nog een prachtig replica item, ondanks dat het van plastic is. Maar weet het wel, dit is dus een relatief wat goedkopere van replica's items. En dus wel van plastic. Maar dat doet niet af aan hoe mooi en hoe prachtig deze is, kan ik je vertellen. Ik hoop dat jullie deze video weer leuk vonden. En ik hoop dat jullie het ook weer leuk vonden om weer eens een keer een Harry Potter gerelateerde video te zien. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Laat vooral hier een comment achter. En laat ook vooral weten, heb je de film gezien en herken je hem? Herken je deze Skelly Grow? Herken je hem uit de film, zeg maar? Daar ben ik wel benieuwd naar. Let me know. En vergeet je ook vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dat is volledig gratis. En dan blijf je op de hoogte van elke nieuwe video die ik op dit kanaal upload. Tot de volgende keer. Doeg!